Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD 4 en more. En vandaag een roleplay video. Maar voordat ik daarmee begin wil ik jullie toch even laten zien dat het geen clickbait is. En tot het dus echt is, want ja, dat vind ik wel. Ik hou zelf niet zo van de clickbaits en ja, mensen denken het eigenlijk wel waarschijnlijk dat het een clickbait is. Maar ik wil jullie toch laten zien dat het niet zo is. Ik ga naar mijn collega hier pepperen. En dat ga ik de mail nu doen. Hoppa, gepepperd. Ja, met het busje. Zoals je hier ziet, pepperspraybusje in mijn handen. Je kunt sprayen, dat zie je ook eruit komen. En mijn collega gaat nu mij pepperen. En dan zie je dat het ook echt werkt. Kijk, een moment. Oh, en je ziet helemaal niks meer. En je ligt op de grond. In de tussentijd tot, ja, tot mijn collega dat heeft gedaan, kan hij van alles met mij doen. Als ik dat nu ook weer doe. Ik pepper hem. Hoppa, ik pepper hem. Hij ligt, ik doe die weg. Hij valt, ik ga op hem zitten. Slash... Kuf in dit geval dan. Wachten, wachten, wachten. Op, als het goed is. Ja, is hij aangehouden. Kijk eens, en zo heb je dus iemand onder controle. Het is niet voor singleplayer, nog niet. In ieder geval waar je het wel kunt gebruiken is in roleplay reality. Dus als je nou zelf ook die pepperspray op een juiste manier wilt gebruiken, raad ik je zeker aan om de roleplay reality te joinen. Voor nu komt er een video, een scenario waar iemand niet echt helemaal meewerkte. In het park en die hebben we moeten pepperen. Hoe dat uit hoe dat loopt, dat zie je nu. 504 RTX 504 over. 504. Ja, ik heb voor jullie een Prio 2, Krooswijk Park, daar overlastmelding. Er zou iemand staan schreeuwen, een beetje gek staan te doen. Burgers vinden het allemaal een beetje vreemd. Treft een man, blauwe blouse, een groene broek en zwarte schoenen over. Ja, dat begrijpen we. We gaan de kant op Prio 2. Ja, 504 uit. 888, dan nog 2 met een koppelverzoek over. 888, koppelverzoek. Bij deze geaccepteerd met gekoppeld over. Ja. Heb jij de locatie erin staan? Ja, staat erin. Rechtdoor. Het segment komt me heel bekend voor. Als het weer dezelfde man is die we vorige week hebben aangehouden, dan gaat dat nog wel eens leuk worden. Ja, ik hoorde hem ook al, het zal wel weer altijd in het park. Ja. Het was de melding nog eens, gewoon aan het schreeuwen of? Ja, hij was aan het schreeuwen volgens omstanders, dus het zal weer gesneuveld zijn, net zoals vorige keer. Ja, wie weet, ik hoop het niet. Ik hoop het ook niet. Dan de snelweg over links omhoog. Oh, ja. Dan is het dat parkje daar. Yes, duidelijk. Gaan we eens even kijken. Nou, als we hem daadwerkelijk gewoon overlast zien geven, dan houden we hem bij deze meteen aan. Scheelt dat die discussie van de vorige keer? Ja, ja, ik loop hier naar links. Hier links? Ja, hier links in het park moeten we even kijken hoe ver we kunnen komen. Als moeten we even een stukje lopen. Wat staat daar? Staat al iemand? Ja, er staat wel iemand. Is hem dat? Volgens mij wel. Rustig dan. OC, 504. 504 gepleegd. Had je nogmaals het signalement voor ons over? Ja, dat is een man, blauwe blouse, groene broek en zwarte schoenen over. Is hem niet. Oké, dan gaan we nog even zoeken over. Ja, dus genomen 504 uit. Hoi. Hoi. Misschien kun jij via de andere trap even omhoog gaan. Ja, ik wil de andere kant. Is goed. Blauwe plus. Als jij die kant op, dan pak ik even alle kanten. Ja. Ik hoor ook nog niemand. Kui! Nu wel.
Hey! Wat staat hij nou? Hey joh! Ja, ik heb hem hier, collega. Hey! Oh. Hey, wil je ook, Jonko? Wat dan? Is hem hier voor je, ja. Maar hij staat ook te roken, net zoals vorige keer. Nou ja, de pepperspray gereed. Hey! Ja, ik pak hem vast. Ik hou hem vast, dan gaan we eens kijken. Hey! Goeiedag meneer. Hey, wat? Ja, hey. Mag die Joy meteen even uitdoen? Waarom? Hey, luister, we krijgen meldingen van overlast. Ja, daar heb ik niks mee te maken. Weet je zeker? Je voldoet wel aan het signalement namelijk. Oh, ik voldoe aan het signalement. Ja, blauwe blouse. Vorige week hadden jullie hem ook weer aangehouden. Ja, vorige week hebben we ook aangehouden, ja. Jongen, ik heb helemaal niks gedaan, joh. Ja, maar goed, die discussie hadden we vorige week ook. Ja, ja, ja. Maak even je identiteitsbewijs zien. Nee. Ja, kom maar. Ik vorder bij deze een geldig identiteitsbewijs. Ik zei toch al nee. Of doe je dat niet aan, word je gewoon aangehouden, ja? Ja, nee. Ga je meewerken? Nee. Goed, je bent aangehouden, omdraaien. Nee. Omdraaien, meewerken. Als je niet werkt, wordt de pepperspray gebruikt. Ja, nee, doe je. Hey, staan blijven, kom op. Nee. Pepper. Maar hoe gaat het? Hij is 5-4 verdachte gepepperd. Verdachte gepepperd, dat is genomen. Oké, pak hem. Heeft zin extra in uit de paas nog over? Op dit moment met 3 man bovenop. Laat me los! Ja, ze genomen 3 man bovenop. Collega's, boeien. Laat me los! Ik zei het al, laat me los! Goed zo. Val je hoofd naar beneden, hou niet te veel knipper op, bro, gaan we je ogen uitspoelen, ja? Hou mijn ogen! Luister, heb je nog dingen bij die je bij mag hebben? Nee, weet ik veel. Ik heb alleen een jointje bij me. Alleen jointje bij. Oké, heb je geen scherpe voorwerpen bij waar wij ons aan kunnen bezeren? Alleen mijn sleutel. Alleen je sleutel. Goed, we gaan jou even fouilleren. Geen rare dingen doen. Hé joh, laat me los, zei ik. Ik ga schoppen hoor. Ja, als je gaat schoppen, dan leg je weer met je gezicht op de grond, ja? Schoppen hoor. Nee, nogmaals, als je gaat schoppen, leg je met je gezicht op de grond. Hé, meneer, help me. Rustig. Kan je wel afstand houden? Afstand houden. Het is even politieprovocatie. Afstand houden. Niet tegen één. Hé, klootzakken. Mag even op afstand blijven. Hey, help mij. Jij dan, spreker. Hey, even afstand houden. Nee, niks mee te maken. Laat die bal graag hier op me afkijken. Je blijft staan, hè. Nee, 45 graag eenheidjes erbij. Eenheidjes erbij, hè. Nee, broer, laat hem staan, joh. Hey. Afstand houden. Nee, waarom? Voordat je niet om het gebied te verlaten. Waarom? Ik heb niks gedaan. Laat die man er gewoon lekker gaan, joh. Luister, we zijn gewoon met ons werk bezig. Je kunt nu weggaan. Wouter vriend, ik zet je even op je knieën. Even op je knieën gaan zitten. Of je wordt ook aangehouden, ja? Zitten blijven. Hey vriend, kom goed hoor. Hey joh, help mij. Hey joh, laat die arme man gaan. Hey, luister nou, blijf gewoon even staan. Ze mishandelen me. Ga die kant op. Hij ja, slaat toch nergens op dit. Meneer, was hij bij de situatie? Ik geloof het niet. Niet spugen, ik gooi echt niet gezicht op de grond. Deze politie, hier. Ik kijk dit. Goed. Ga daarachter maar even staan. Kijk dit man. Hey luister, ik vorder u nu om daarachter te gaan staan. Waarom? Voldoet u daar niet aan, word u gewoon aangehouden. Oké? Ja, waarom? Ik vraag je gewoon nu te vertrekken. Dat is een vordering en dat moet je aan voldoen, anders word je aangehouden. Oh, dus ik mag niet eens lekker filmen of wat? Wat is het? Ik zei niet dat je niet mag filmen, maar ik zeg wel dat je moet vertrekken. Ja, nou verdien je dit allemaal niet tegenheen. Nee, maar je hoeft hem toch niet te verdedigen, weet je de hele situatie niet? Kende je hem? Ik kom aanlopen, ik zie ineens dat hij dat iemand. Ja, maar heeft hij van tevoren ook een verhaal gezien? Nee, dit kan gewoon niet, man. Nee, precies. Ga maar met mijn collega's mee, anders. Nee, ik word mishandeld hier. Ik weet niet wat... Hou je mond nou. Hou zelf je mond. Alles wat je zegt kan tegen gebruikt worden, je hebt recht op een rechtsbij of rechtsbijstand. Joh. Heb je zelf een advocaat? Nou, dit kan toch niet, man. Oké, dan kan je hier opnieuw gaan bellen, ja? Luister, laatste keer. Vertrekken nu, of je bent aangehouden. Ah, joh, man. Ik mag hier gewoon lopen, hè? Collega's, hou maar aan. Ja, nee. Amula, nee. Even blijven staan, vriend. Nee. Even blijven staan. Ik zou je moeder doen, hè? Nee. Blijven staan. SC 504 nogmaals aanhouding. Twee gedachten aanhouden. Twee maal aanhouden. Hé. Weg deze. Laat die arme man gaan. Hé. Hé joh. Goed, op knieën. Pak mee. Zo, en nou tegen de grond. Tegen laaiers. Grond. Op de grond liggen. Au joh. Au. Kijk nou wat je met die man doet, joh. Ook een mishandelen, net zoals mij. Gewoon stil. Ja. Collega, ik breng hem volgens naar de bus. Yo, is goed, ik kom aan. Nee, ik kom niet.
Wij gaan boeien. Hey joh, au joh. Goeie maat, heel goed. Hey, ik heb niks gedaan, zwaar. Hij moet nog even gefouilleerd worden, ja, wij hebben hier een spuwertje, dus neem hem mee. Hé, hey, heb niks. Dit is het voor Jos de Bench van deze polities. Ah, machtsmisbruik, joh. Collega's, let op, die van ons hier zit te spugen. Hey vriend, laat maar gewoon gaan, ik heb niks gedaan. Ik doe de bus alvast open. Hey. Ja, blijf maar achter me lopen hoor, want dan kan hij niet spugen. Maat, wat doe je? Ja. Zie je, dat is. Hij wordt aangehaald om niks, ah joh. Politie van Nederland, echt. Politie in Nederland is niks. Kijk, ik ga je vieren, vriend. Heb je spullen bij die je niet bij je mag hebben? Ja, nee. Spullen waar ik me aan kan baseren. Het zijn mijn spullen. Oké, okay, dat wat ik vind is van jou, hè. Dus? Gaat hij goed achterin? Ja, ik heb een spuugkapje opgedaan. Oké. Okay. Hij is gewoon rustig, hij zit vast in de gordel. Rare dingen aan doen, dan vraag ik hem toestemmen, hè? Ja, dat komt goed. Als je daar gaat doen, dan... Had je hem al gewezen waarop hij was aangehouden? Ja, hij heeft ook zijn recht al doorgekregen. Hij is 5 van 4. 5 van 4, recht voor recht. 2 maal AT richting HB, over. Collega. HB, dat is genomen. 5 of 4 uit. Maak er maar een spoedrit van, hij zit zo tegen dat raam aan het slaan. 5 of 4 nogmaals voor de C. 5 of 4. Ja, we hebben een verdachte die zich even verzet achterin. Kunnen we met toestemming richting HB? Ja, positief. Er is toestemming over. Ik zit half op hem. Dus de snelheid mag erin. Heb je collega nodig achterin nog? Hey joh, laat me los. Nou, als we die hebben, Mongol. Ik kan gewoon rustig zitten. Nee, ik kan toch niet rustig zitten? Ja, de motorrijder rijdt mee. Maakt het nou niet erger dan het al is, joh. Ah joh, jij zit toch met je halve lichaam op mij een beetje te pletten, mag ik al. Ja, dan moet je volgende keer gewoon lekker normaal doen. En jij moet normaal doen. Laat je zien wat normaal doet. We rijden nu naar binnen. Ja, cool. Oké, je gaat gewoon rustig uitstappen. Als je tegen gaat werken, ligt mee gewoon op de vloer, hè? Nee, ik laat jou eens op de grond vloeren. Hier. Oké, let op. Hij spreekt nog steeds. Ja, hij heeft een maskertje op. Hij kan niet veel. Oh joh, dat jeukt. Hoofd omlaag houden. Luister, we gaan hier op dit kamertje recht voor ons nu eerst even alle waardevolle spullen van jou in een zak doen. Even wat vingerafdruk afnemen. Maar dat gaat gewoon zonder problemen gaan, ja? Doe je die, maak je problemen van en leg je meteen in de cel. Ja, ja, ja. Oké. Collega's, we doen eerst een riem af. Telefoon en zo pakken, schoenen uit en dan kan die naar de cel. Vrij cel 2, oké. Okay. Luister, we gaan je hier in de hoek zetten. We gaan jou hier zetten, we doen de handboeien af en je gaat op bewegen als wij uit de cel zijn en de deur dicht is. Ja? Ja, ja. Ook hier gebruiken wij geweld mocht er nodig zijn. Ik laat je zien wat geweld is straks dan. Straks, ja, doe straks dan maar. Ja? Ja, hier behandel me maar gewoon joh, trek hem op. Collega's, boeien los. Ik heb toch niks verkeerds gedaan. Yes. En dicht, goed zo. Hey vriend, wat is dit? Hey. Top. Ik zet ons op status vrij. Yes. Vriend! Hey joh, hier komen jij. Politie. Hey, wat is dit? Hey!